Kai Lichtendonk. Ik ben 9 jaar. Mijn favoriete club is Ajax. En ik ben goed in verdedigen. Ik ben Mauro Prins. En ik ben 8 jaar. En mijn favoriete club is Ajax. En ik ben goed in keeper. Ik ben Nivone, ik ben 9 jaar, mijn favoriete club is Ajax. Ik ben goed in scoren. Ik ben Mike Hoberdijk, ik ben 8 jaar en mijn favoriete club is Ajax en ik ben goed in scoren. Ik ben Sylvain Bokking, ik ben 8 jaar, mijn favoriete club is Ajax en ik ben goed in middenvelder. Hallo, ik ben Renzo Bouwmeester. Ik ben 9 jaar. Mijn lievelingsclub is Ajax en ik ben goed in verdedigen. Hallo, ik ben Timon Poelman. Ik ben 8 jaar. Mijn lievelingsclub is Ajax en ik ben goed in verdedigen. Ik ben Björn van Hoven. Ik ben 8 jaar. Mijn favoriete voetbalclub is Ajax. En ik voetbal met voetbal in de spits. Ja, bij me staan bij de leiders. Ja, André, dat moet een fantastisch stel zijn om mee te werken. Het is een prachtig stel. We hebben een prachtig seizoen gehad, van begin af aan. Prachtige jongens, ze zijn een vriendenclub en ze gaan voor elkaar. Dus ja, dit is op en top trots zijn op een elftal. Ja, Arjan, kijken we even naar de prestaties. Twee keer kampioen. Twee keer kampioen inderdaad, ja. Twee keer kampioen, veld, zaal, toernooi. Persen pas nog weer afgerond met de finale, dus ja, ik heb uitermate tevreden. Super net wat hij zegt, vrienden gewoon leuk, super. Ja, als ik dan hoor bij elke jongens vraag wat is je favoriete club, het is bijna allemaal Ajax. Hebben jullie dat erin gebracht? Nee, dat komt niet van mij. Nee, ik blijf bij Emmen hangen, toch regionaal. Maar ja, dat zit erin bij de jongens. Het kopieert van elkaar, hè. En Ajax is dan steeds maar wat genoemd wordt. Ja. Als we kijken naar de jongens, hè, en naar de kwaliteiten van de jongens. Het zijn natuurlijk FP-pillen, van plezier staat voorop. Waarin zie je vooral dat ze afgelopen jaar gegroeid zijn? Met alles zijn ze gegroeid. Ze waren tot natuurlijk wel goed aan voetbal, maar het is nou meer. Ze zien het nou beter. Acties, overspelen, echt een team. Echt, super. En als we dan even kijken naar jullie persoonlijk, hoeveel plezier beleef je aan het leiden zijn van een team? Ja, als je kampioen wordt met die jongens is het natuurlijk altijd mooi, maar sowieso? Ja, ik geniet sowieso. Ik heb vorig jaar een minder seizoen gedraaid, stond er bijna onderaan. En dan ook nog plezier hebben. Ik geniet er gewoon van dat die jongens lekker voetballen. Ze hebben er gewoon zin aan. Altijd, het is gewoon, je hoeft niet, als de training niet doorgaat ook, dan ben ze er bijna kwaad, zeg maar. Dus het is echt, ze willen gewoon graag voetballen. Dat is ook een goede trainer erbij, dus die heeft er wat van gemaakt, laat ik zo denken. Het blijft jaarlijks altijd wel afwachten, hè, van ja, hoe sterk is die competitie, want jij noemde het ook, het ene jaar dan valt het tegen, het andere jaar valt het mee. Dat blijft een lastige inschatting, denk ik. Ja, absoluut. We dachten op het begin van het jaar van de kampen was lastig worden en vanaf de eerste wedstrijd was het gewoon zichtbaar dat we om de kampioens gingen vechten, strijden. En dat is ook gelukt. Kortom, twee trotse leiders. Ja, absoluut. Absoluut, dat sowieso. Ja. Ja, Cor Lichtendonk, ik had het met de leiders al even over. Een prachtig seizoen is het geweest met de F2. Ik zei ook al tegen hen, plezier staat natuurlijk voorop. Maar ja, goed, dat plezier groeit alleen maar als je veel wint. Ja, dat klopt. Plezier staat hier voorop. Maar ook een stukje balvaardigheid met de jongens. En plezier, ja, dat kun je merken aan de training. En van de training naar de wedstrijd. Ja, dat haal je gewoon alles uit wat je verwacht als trainer. Ja, hoe pak je zo'n training aan? Want ja, plezier staat al voorop, zeiden we al. Maar je wilt die jongens ook wat leren. Waar ligt dan de nadruk vooral op? Een stukje constantheid achterin. Goed balvastheid. En proberen te scoren. En dat heb ik van de jongens van dit begin van het seizoen. Uit F6, F5 en F3. Een paar jongens. En daar een mix gemaakt. En iedereen verklaarde mij, ja, zul je dat wel doen voor een F2 voor dit seizoen? Ik zeg, nou, je moet gokken en je moet kijken naar de toekomst, wat je in je club vooruit wilt brengen. Ja, nou als je nou even kijkt naar deze leeftijdscategorieën, wat is dan voor plezier nogmaals belangrijk, maar als je dan qua balvaardigheid kijkt, hè, wat is dan vooral belangrijk voor die jongens?
De balvastheid en controle over het spelverdeling. En iedereen zegt, ja, dan moet je er al mee beginnen met de F'jes. Nou, dit zijn jongens die volgens de seizoen allemaal daar naar de E's gaan. Nou, dan mag je al een stukje verder wezen dan een andere vereniging, hopen wij. En voor de toekomst vind ik dat wij best met de jongens een stukje meer techniek naar voren mag brengen met deze club. En vooral bij die F-junior en denk ook bij de E-puber, dat is natuurlijk ook mooi te zien dat je in zo'n jaar heel veel resultaat ziet, hè? Ja, dat klopt. Eerst dachten wij, ja, het wordt een zwaar seizoen. Allemaal jongens uit alle verschillende elftallen gehaald. Dan kom je voor de winterstop, nou ja, dan word je derdes. Nou ja, jammer, geen kampioen. Maar dat was onze groeiproces. Na de winterstop zaal in. Nou, zaal kampioen, laatste dag. Ja, knotsgekke wedstrijden. Nou, dat is wat je eigenlijk als trainer altijd voor ogen hebt. De knotsgekke wedstrijden. En dan ga je het najaarcompetitie in. Ofwel, nu dan de afsluiting. En dan word je ook nog kampioen. En ja, de laatste wedstrijd moesten wij met 5-0 winnen. Ja, en dat leek er eerst niet op. Met de rust was het nog 4-0. En ja, dan ga je als trainer nog even wat omschakelen en een ander druk zetten. En de jongens die pakten dat op. En toen wordt het nog 15-0. En ja, toen was het feest hier op het sportpark. En een trotse trainer. Zeer trotse trainer. Niemand had verwacht dat wij zo'n resultaat hier neer kunnen zetten. En het jeugdbestuur was zeer tevreden over wij, of ik en de leiders, dit team zo laten draaien zoals wij eigenlijk voor ogen hadden. Dus wat even, je bent al jaren, groot aantal jaren betrokken bij Hogeveen. Wat is voor jou het Hogeveen gevoel? Dat is nog steeds goed. Ik hoop dat het beleid zoals nu de vereniging voorzet ook goed doorpakt. En goed luisteren wat de mensen zeggen van deze club. Goed blijven luisteren. Elke antwoord kun je goed beantwoorden.